Wat is volgens jou nou het DNA van de Veluwe? Een gebied waar je achterom kunt komen en binnen kunt lopen zonder te bellen of te kloppen. Waar je dus in alle gemoedelijkheid met mensen omgaat en plechtstatigheid buiten de deur wordt gehouden. Eigenlijk zou ik het zo kort willen formuleren. Dat vind je elders niet? Niet in het stedelijk gebied zozeer, niet in het westen van het land, maar ook buiten de Veluwe om, in de Achterhoek. En zo zijn er meer plattelandsgebieden waar je dat ook vindt. Maar helaas is dat beeld niet langer te handhaven, gelet op de criminaliteit die zich niet van de Veluwe onthouden heeft. Dus je moet nu wel degelijk ook een slot op de deur doen en zorgen dat je de boel beveiligt. Maar dat was heel lang niet nodig. Mensen wisten elkaar te vinden en je had de naberhulp. Men hielp elkaar, daar had je geen professionele hulpinstanties voor nodig. De buurt die loste het zelf op. De buurt bij rouw en trouw was er om zelf dat te regelen. Als er iemand was overleden, dan deed de naaste buurman zette het aan. Wat er dan ook wel, maar dat is ludiek, gebeurde dat hij bij de aanzeggen een borreltje kreeg. En dat ik heb begrepen dat na twee straten de man niet meer precies wist wie er nou overleden was. Welke rol speelt het Neder-Saksisch daarin? Ja, die rol kan wat mij betreft als redacteur van de Moerspot, en dat is een magazine dat in dat gebied uitgegeven wordt, niet groot genoeg zijn. Het is natuurlijk niet zo dat je de ogen dicht moet doen voor het feit dat de streektaal een stuk minder is geworden. Maar dat heeft ook alles met import te maken. Maar wat wel is gebleken, dat de waarde van die streektaal heel groot is. Ik heb wel eens van wethouders ook gehoord, als ik eentje blijk gaf dat ik dat dialect verstond, dan bleek de hele materie, moeilijke materie vaak, bleek niet meer stroperig te zijn, maar vloeibaar als water. En dan konden we heel makkelijk eruit komen. En wat we nu met die streektaal proberen te doen, is op scholen projecten starten. En dat heet bijvoorbeeld met een blad als De Wiesneus. Daar gaan we op basisscholen kinderen met het verleden van hun grootouders confronteren. Ik zeg met name grootouders, want waar het mis is gegaan, is bij de ouders. Die hadden het idee dat als kinderen alleen dialect spraken of mededialect spraken, dat ze op school een achterstand hadden. Nou, het tegendeel is bewezen, want je bent tweetalig. Natuurlijk moet je het ABN ook goed beheersen. Maar als je daar datgene van de streektaal, je moerstaal, aan toevoegt, dan heb je een toegevoegde waarde. De import die een rol heeft gespeeld in dit gebied. Wat je zag is dat mensen van buiten het gebied de instanties, verenigingen gingen beheersen. En dat lag niet zozeer in de verwijtersfeer naar die mensen toe, maar dat ligt bij ons niet zo nauw van ik sta niet met de neus zo graag vooraan. En die, wat je dan in die dek zegt, die lui die stopt meteen met de neuzen en de nebben kloor. Nee, die mensen werd gevraagd om ook mee te denken en die doen dat dan gewoon. En wat wij dan in onze gemoedelijkheid gaan ophoesten is dat we elkaar over de heg heen zeggen, nou die vent, nou die, dat kunnen wij toch allemaal veel beter. Nee, dat moet je niet achter die heg zeggen, dat moet je op die momenten zeggen dat er iets geformeerd moet worden. Maar dat is dan weer een nadeel van ons op de Veluwe, dat wij daarin te terughoudend zijn. En dat moeten we leren om onszelf beter te etaleren. Minder bescheiden, meer trots? Ja, dat mag je, dat zeg je eigenlijk heel goed. Trots op je afkomst, trots op het gebied waarin je leeft en vooral de waarde daarvan ook naar voren durven brengen. We zijn niet minder. We zijn niet minder omdat we een streektaal spreken. Nee, we kunnen onze gevoelens daar veel beter in kwijt. En dat moeten we vooral doen. Kijk je nou met zorg of met optimisme naar voren? Beide. Zorg, omdat we toch merken dat
als je van de Achterhoek deze kant op komt en over de IJssel komt, dan Heerde en Epe, daar heeft het dialect nog stand gehouden. Maar kom je vervolgens naar Nunspeet toe, dan wordt het al een stuk minder. En kom je nog veel verder weg, dan is de streektaal bijna verdwenen en hebben we ons cultureel erfgoed, want dat is het, prijsgegeven. Maar ook toch wel een stuk optimisme, en dat ligt in datgene wat ik straks zei, over de initiatieven die via de Moespoort, via de Wiesneus nu blijken. En dan zeg je, dat vind ik wel heel opmerkelijk, dat de mensen die die projecten leiden zeggen, als we daar op school mee komen, dan zeggen, ja, opa en oma, die praten ook zo. Maar papa en mama hebben het ons nooit geleerd.